Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik jullie iedere keer zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet je eigen thrift store opzetten en gewoon ook authentic pieces creëren, want je bent ook nog very artistic. Nou, dat kan, want dat heeft Amy Jo Ullenkamp gedaan en ze gaat me er vandaag alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi, Amy Jo. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm better now. I have some nice pieces in the studio. Oh, thank you. You're going to tell me everything about it. I am. So let's go into it. Let's do it. My name is Amy Jo Ullenkamp. Yeah. I have an online thrift shop. It is in 2022 when I got me started, but I was always creative. I was always painting since I was little. My mom would also always motivate us to do it. But painting on clothes, that started when I was about 16. And I was always interested in thrifting ever since I was little. I think because my mom. Yeah. For mensen die niet weten wat thrifting precies is, misschien wil je dat ook gewoon even uitleggen. Yeah. Thrifting is Engels term voor tweedehandse kleding shoppen voor tweedehandse kleding. Mijn god. Soms is het even de mix, maar we begrijpen je. Tongtuin. So it's a term for buying secondhand clothing. Je kan gewoon van schoenen naar truitjes naar anything. Really. Whatever you want to think about. Okay. En jij hebt gezegd, oké, 2022, zei je van, oké, I'm going to open my little thrift shop. It's called Riff Raff. And you're going to get some cute stuff over there. Yes. It was really exciting. Heel veel mensen zeiden altijd, do it, because I was painting on clothes. Maar toen had ik echt van, I just wanted to do it for fun. Maar in 2022, I was like, you know what? So many people keep asking me, so I'm gonna make something serious about this. And just started. The Riff Raff name came from a Jay-Z song. Which Jay-Z song? Public. And they can't name. Public. Oh my god, Public Service Announcement, that's the one. Okay. Yeah. Okay, it's just, I like the name, it rolled off the tongue. Ik wil het gebruiken. Okay, the shop is open gegaan, the business started going, and your artistic side kan je ook de vrije loop laten gaan, want apparently wilde mensen ook nog artistic stuff on the clothes you're selling. Yeah. So how did that come to life? Want kan ik gewoon komen met dingen die ik ook gewoon al heb en zeg van, hey, hierop moet je ook een beetje... You need to make something for me? Or moet ik gewoon in de shop komen en daar een signature piece uitkiezen? We hebben momenteel nog geen shop. Okay. Maar je kan me gewoon een chatje sturen. En je kan met je eigen kledingstuk komen. En dan kan je vragen wat je erop wilt. Kan je ook gewoon vragen stellen. Maar ja, je kan me zeggen wat je erop wilt. Als het een oude stuk is met een vlek. Maar dan is het echt een van je favoriete stukken. Je wilt er nog dragen. Mag ik mensen altijd. Dan kunnen ze het naar mij brengen. Dan kan ik iets erop zetten. Maar dus jouw eigen kledingstuk. Maar je kan ook een kledingstuk zien in de shop. Online shop. En dan kan je kijken wat je leuk vindt. En als je iets daarop wilt. Maar soms zijn er ook gewoon stukken die al geverfd zijn. Dus so many choices. Er is voor iedereen wat. Yeah. Je doet niet alleen kleding. Want ik ging even door je page. En je hebt ook nog een prime piece hier meegenomen. Voor als je ons straks gaat laten zien. Maar als ik iets anders heb, zoals een slipper of een schoen of een tas of whatever, een backpack, there's no limit. There's no limit. I will say dat een slipper moeilijk is. Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar there's no limit. I'd love to try it. Echt, I don't know, als mensen, if people are willing to go through the experience with me, ben ik wel bereid om te proberen. There's no limit. Any clothing piece. Just bring it. Yeah, just bring it. Just get a riff-raff on. Yeah, exactly. Yeah. Okay, je bent er al een tijdje mee bezig. Waar wil je hiermee naartoe gaan? Want you're starting a movement. Yeah, so, thank you. Yeah, girl, it's not something else. Thank you. Waar wil ik naartoe gaan? Well, ik zou
I would like to create my own brand. Mm-hmm. Maar ik zou mijn closest goal right now is een shopje te hebben. Mm-hmm. En waar mensen kunnen gaan en kunnen passen. Weet je. Maar dus dat is mijn goal nu. Gewoon uitbreiden en een shopje vinden. Mm-hmm. Ja. Okay. Ja, online blijven, weet je. Physical. Ja. Physical, ja. Yeah. Kan ik ook echt interacten met mijn clients, which I find really fun. Yeah. You give up that fun personality. It's a whole experience. Thank you, thank you. Okay. Als ik nu kijk en ik zeg, oké, ik heb wel een old short, maar ik wil het morgenavond dragen. Kan ik het vandaag voor je brengen? What's the procedure? What is the procedure? No, that's a good question. Well, als je de volgende dag nodig hebt, ik ga mijn best doen, maar ik ga niet zomaar beloftes maken. The procedure is, als je een kledingstuk brengt, of je een kledingstuk ziet, en je wilt de bestelling, dat ik een painting erop zet, is het meestal, doe me gewoon een chatje, je legt me uit wat je wilt, we'll talk about it. Ik ga je ook gewoon zeggen wat ik niet kan. Mm-hmm. Weet je, want ik vind dat belangrijk. The limit exists still. wat betreft mijn paintings, want er zijn bepaalde stijlen die best intens zijn. But I love a challenge, so... Bring it on. Maar breng het voor me. En ik ga ook duidelijk zijn. Het is meestal 2 weken tot een week. En dan. We'll make something happen. Oké. Okay. So, iemand kijkt nu thuis en denkt van. Hey, ik heb a bunch of stuff. En jij hebt riffraff. So, kunnen mensen bijvoorbeeld ook gewoon doneren? Do you pick up their stuff for a small fee? How does the thrifting work? Because we know how the art works. You are the teller, Miane, but how does the thrifting work? Yeah. Great question. I got a ton in my bag, girl. Yeah, I got it. Great at this. Mensen kunnen doneren, ook voor een fee. Well, ik ga ook samen met ze kijken naar de kwaliteit, hoeveel ze brengen. Ze kunnen ook gewoon via mij verkopen als ze dat willen. Maar het is altijd gewoon bespreekbaar. Maar, dus dat ze een prijs zetten voor elk item. Ja. Mag ook. Mm-hmm. Maar doneren kan altijd. Wacht, ik ben er wel open voor. Is there a limit? Is there a specific style you want to have in your shop? Another one. Nee, er is niet een specifieke stijl dat I'm looking for. Maar ik krijg wel heel veel jeans en zo. En ik heb patas, maar anything, really. Mm-hmm. I'd love to try it. Ik ben er open voor. Okay. Nee. En als het niet past, ga ik het ook gewoon zeggen. Oh, that's great. En ik ken ook gewoon andere entrepreneurs en mensen die er ook mee bezig zijn. Dus dan kan ik mensen ook naar hen sturen. Oké. A supportive queen. Yeah. Of course. You know? So, seems like you got it all figured out. A little bit. Het was soms wel een beetje zwaarder. In het begin vooral. Toen ik het eerst begon, was ik zo enthousiast. Weet je. Zoveel energie. Maar naarmate de challenges kwamen. Ik heb mijn eigen persoonlijke challenges. Waar I'm dealing with. Ik heb ook een tweede baan. No way. This is my sad hustle. So soms wordt het wel zwaar met combineren en het balanceren met life. Mm-hmm. One of my biggest challenges would be posting consistently. Challenge. ik heb zoveel content, maar ik moet gewoon posten. Mm-hmm. Maar No time. Yeah. So it is that balancing out, but I'm figuring it out now. Mm-hmm. In het begin was het gewoon... We're gonna wing it, really. Just like, komt. Maar dit jaar was ik like, nee, ik ga serieus bezig mee zijn. And I like what I got. En ik wil er echt investeren. Okay, you like what you got. Let's see some of your pieces. Because you bought your rack. This is a commission. Iemand heeft bij me besteld. Het is nog niet af. Okay. But it's... ze hadden een Vincent van Gogh. Okay. Sinds het Van Gogh, Story Night, bij me gezien. Ik had dat jaren geleden geverfd voor mijn zus. En they saw it, ik was op een beurs dit jaar. En hebben ze gezien en they were like, oh my god, that is so pretty. It really is.
Thank you. It really is. And if you know art and you see this is a prime piece, and if you can have your own signature one, that's something else. Yes. Yep. What else do we have? Okay. I have my own piece, which is a jeans jacket I made. Mm-hmm. But that was for that was before I started with Riff Raff. Mm-hmm. So that's home from me. You would also the dust for the frame girl. So that's my own piece I made years ago before I started Riff Raff. That was just practice. It's all the jeans jacket. Mm-hmm. I was inspired. Yeah. To paint something. Yeah. I love this piece. I really love this jacket. And here we go with my shirts. But if there's one I'd like to show, it's this one. It's a fire lobby. Yeah. 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 I love this one. You did that. I did that. Thank you. Yeah. No, I really like this piece. It was from a nature team. And I do like presenting Surinamese flowers, but also just our culture. And I love to put that into my art. Keep on doing that. Okay, je hebt me je kunst gewezen. Je hebt me verteld over de trash shop that you have. En mensen hebben gekeken en zeiden van, nee. Waarschijnlijk heb ik het al eerder gezegd, but for the closing, I would like you to repeat it. Als ik nu kijk en denk van, ik wil in contact met haar treden. Ik wil naar de shop. I want to buy everything. Ja. Waar moeten ze zijn? Hoe kunnen ze je contacten? Is het alleen via social? How does it work? Nu is het alleen via socials. Ik ben wel bezig om een nieuwe nummer. Zodat kunnen mensen me gewoon een appje sturen. Maar voor nu is het gewoon socials. Je kan me gewoon een chatje sturen. Prefra597. Dat is onze naam. Online. Je kan me gewoon een chatje sturen en dan I respond binnen 1 of 2 dagen. Dus. Seems so doable. Yeah. Not that hard. Amy Jo, I enjoyed this conversation with you, this cute time we had. It was really great. It's so relaxing. Yeah. Thank you. Ik wil je nog heel veel succes door toewensen en ik hoop dat je nog heel veel authentieke kunstwerken en fashion outfits kan bewerken voor mensen hier die dat appreciëren. En ik ben benieuwd, ik hoop dat heel gauw de shop komt, dat ik kan komen wandelen. Ja, zeker. Thank you. It was so lovely. Yeah. Thank you for having me. Yeah, my pleasure. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Amy Jo Ullenkamp bij ons in de studio. En zij is de owner van Riff Raff 597. Dat is een thrift store. En daar kan je superleuke tweedehandse kleren pakken. They are ready for a second home, a second life. En als jij daar geïnteresseerd bent, zal ik snel naar Instagram gaan. Want daar hier is ook Riff Raff 597. You can see all the stuff that she has in her store. En also, als je denkt van, luister dan, ik heb spullen thuis. En ik wil dat er gewoon iets leuks op geschilderd moet worden. I have my design. Of Amy Jo heeft gewoon haar creativity die ze gewoon de vrije loop mag laten gaan. Bring it to the store, because she's gonna make it happen. En dan ben jij gewoon de owner van de authentic Riff Raff 597 piece. And I feel like you need that in your closet. So do it. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.